Een hele goede dag iedereen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Isaac. En ik ga iets eerst wat vertellen. En dan ga ik zo in de video. Wil je meer weten? Ik kijk de intro even verder. Dat zou ik het tof vinden. Goed mensen. Om te beginnen is een... Niet iets nieuws, maar wel een nieuwe naam. Dus eerst had ik een idee over een podcast van de maand. Maar dat is het niet meer. Het is nu de beste podcast heet het nu op mijn kanaal. Ook als wel afgelijst. Ik veranderd, naam veranderd. Ook op de server. Dus omdat ik dus ook niet alleen één keer maand ga doen. Dat ik meer per maand podcast doe per maand. Die ik graag top vind om te kijken of te luisteren. Want ik vind het heerlijk om te luisteren naar podcasts. En niet alleen maar Apple, maar ook op Pan en Podimo zit ik ook bij tegenwoordig. Want Podimo is ook een imponerend podcast, maar ook luisterboeken. En dat bij Storytel, daar maak ik ook een video over. Of een serietje over op vandaag. Maar in ieder geval, eerst even kijken of het goed gaat met de podcast. En ik heb er gelijk al eentje die ik tof vind om naar te luisteren. Zij heeft vroeger al een keer eerder in een video gehad. In de serie Creator van de Maand. En dat is natuurlijk Dionne. Wat doe Anne die? En zij heeft een podcast aan met de broer. En dat heet Moordcast. En daar gaat ze vertellen ze true crime verhalen. Die ook echt waar gebeurd zijn. Dus ook heel tof. Haar dingen vind je nu hier in beeld. Goed is haar podcast. Moet ik mooi zeggen, haar podcast, logo of wat dan ook, zie je hier in beeld. En waarom ik nu gelijk ook Dionne wil promoten is natuurlijk niet alleen op Podimo, maar natuurlijk ook op haar YouTube-kanaal. Met ook dezelfde naam een beetje, maar toch iets anders bewegen. YouTube wordt natuurlijk niet dat woord typen, wel zeggen misschien wel. Maar wel, maar niet, ik weet niet hoe goed het is bij YouTube. Nou, het Podimo kan natuurlijk iets meer dan bij Spotify. Spotify is ook actief bij, maar sinds een paar maanden of jaar of zo. Of een jaar of weet niet eens meer, is ook alleen maar actief. Op Podimo, maar ook op YouTube kanaal of naar eigen. Waarom? Dacht ik, het is gewoon leuk om haar weer te promoten met haar video's in een podcast. Ofwel een podcast. Elke vrijdag. Morgen, elke vrijdag om 4 uur tegelijkertijd met de YouTube video komt er een podcast. En elke YouTube video op haar YouTube kanaal ook weer. Annelie natuurlijk, hij is ook sorry, ik heb net gegeten, dus ik ben een beetje dorstig, maar goed, man, ja, denk ik. Haar kanaal vind je al in de beschrijving. En elkaar linkje van Podimo natuurlijk ook, ik kijk of ik dat kan vinden. Zo niet, dan moet ik even zoeken bij Podimo gewoon. Al een woordje podcast, dus ik kan niet missen. En doe ik er nogmaals aan met de broer. Dat vind ik heel tof om naar te luisteren. Kijken vind ik ook wel leuk, maar iets minder. Ik vind het luisteren leuker dan kijken op YouTube. Want YouTube is altijd iets ingekort. Ik kan natuurlijk niet alles zeggen. Want dan moet natuurlijk ook gecentreerd worden voor YouTube. Mag je natuurlijk niet online zetten op YouTube. En in een podcast kan je bijna alles zeggen wat je wil. Dus, moet ik ook wel raken over gaan, uiteraard.
als podcastmaker. Maar goed, daarom was het gewoon leuk om mij eerst weer te promoten als de beste podcast op mijn serie op vandaag. Dus, goh, denk jij, er is een, ik weet niet, ik heb een leuke podcast, maar ik moet luisteren op Podimo, of op YouTube, of op Apple Podcast, wat dan ook. Dan moet ik even weten in de beschrijving, of zo, in de beschrijving. In de comments zie ik helemaal aan het hakkelen ben, maar goed. Het is een keer niet anders, kan een keer gebeuren. Nou goed, en dan vind je zeker kan je zeker typen in de comments hieronder. Wat jij een leuke podcast om naar te luisteren op Podimo of op geen correct wat je bij. Dus kan je een leuke link op Podimo en YouTube Apple Podcast. Dus dan kan je ook een luisteren natuurlijk. Apple Podcast is natuurlijk gratis uiteraard. Als je bij Apple bent. Kun je even podcast blijven. En Podimo is natuurlijk ook betaald. Gewoon een betaalde account, net als andere apparaten en dingen zoals Netflix of wat dan ook, of Spotify. Maar ik heb dan Podimo en lekker aan afklikken te luisteren als je het buiten rijdt. Gewoon lekker draaien en lekker podcast op te hebben. Ook dat het nul en dan gewoon lekker luisteren. Dus heerlijk. Dus denk je gewoon leuk om te luisteren. Nog één ding wat ik wil toevoegen is, bij een podcast moet je wel 18 jaar, sorry, 12 jaar en ouder zijn om het te luisteren en te zien. Want het is vaak ook wel best pittige verhalen te luisteren en te zien. In mijn vlucht klinkt niet, maar mijn vlucht is klaar, ik kom van alle leeftijden. Maar mijn podcast en mijn YouTube kanaal is vaak boven de 12. Dus ben je dat niet, ga zeker niet kijken, ga zeker niet luisteren. Dus ja, vond je het heel leuk? Doe het zeker en ik vind het duim omhoog. Zit jou aankomende zondag weer een nieuwe video om 9 uur. En dan gaat het anders even snel is, om het leuk om het video te maken. Dat is goed, de liefde. Over zondag was er alle laatste afleveringen van. En dan vertelde ik van of ik het ja of nee. En ja, ik vond het leuk om het te maken. Misschien maak ik nog een video. Zie je over. Dit is goed vrienden. Ja, is niet wat anders. En dan wil ik weten of het leuk vindt, ja of nee. Of wat dan ook. Dus mensen, tot volgende vandaag. Om 9 uur. En ik later.